Een huis kopen is een enorme investering. En dit geld heb je meestal niet in één keer bij elkaar. Een hypotheek biedt hier de uitkomst. Maar dan wil je natuurlijk wel dat deze goed aansluit op jouw financiële situatie. Ja, bij het afsluiten van een hypotheek komt er ontzettend veel op je af. En dat is natuurlijk vaak ook de grootste financiële beslissing in iemands leven. En uiteindelijk wil je maar één ding weten. Dus kan ik dat huis kopen? Nou, wat mensen nu vaak doen als ze een hypotheek afsluiten, is dat ze bij een grote bank binnenlopen. Nou, dan krijg je uiteraard alleen de producten geadviseerd die die bank te bieden heeft. En vervolgens krijg je te maken met onzekere doorlooptijden, veel documenten aanleveren. En dat levert toch onzekerheid op bij de consument. Om zeker te weten dat je de juiste beslissing maakt, kun je het beste binnenstappen bij de onafhankelijke hypotheekadviseur. Die heeft toegang tot alle hypotheekverstrekkers, van groot tot klein. En daarmee ben je verzekerd van dat je de beste rente en ook de beste voorwaarden krijgt die bij jou passen. Uit advies kan blijken dat een klein hypotheekverstrekker beter bij jou past. En het voordeel daarvan is dat je vaak snel duidelijkheid hebt, goede voorwaarden hebt en dat het flexibele partijen zijn die met jou mee kunnen denken. Het voordeel van werken met een kleiner hypotheekverstrekker is dat de voorwaarden beter kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld boetevrij aflossen en de verhuisregeling. Dus dat je hypotheek meeneemt als je gaat verhuizen. Wat veel mensen niet weten is dat grote en kleine hypotheekverstrekkers hun geld halen van dezelfde kapitaalmarkt. Het grote voordeel van kleine hypotheekverstrekkers is dat ze veel minder kosten hebben en dat het kan leiden tot een veel lagere rente voor de klant. Ja, ik verwacht dat processen steeds verder zullen gaan digitaliseren. Als klant heb je daar het voordeel bij dat je veel meer inzicht hebt in de status van je hypotheek, sneller duidelijkheid hebt en op die manier sneller weet waar je aan toe bent. Nou, de huizenprijzen zullen ondertussen verder gaan stijgen, waardoor starters het nog steeds moeilijker krijgen op de Nederlandse markt. En tegelijkertijd is het voor mensen die al een huis hebben en een hypotheek willen oversluiten een hele gunstige tijd. Want die kunnen tegen hele lage rentes een hypotheek oversluiten. En dat zal nog wel even zo blijven.